jaar was de Men's City Day een groot succes. Dit weekend ontvangt de stad Sint-Truiden opnieuw een hele hoop mannen en vrouwen. Want dit evenement heeft een knap concept. 10 brouwerijen laten hun beste bier proeven aan de mannen en de vrouwen die gaan shoppen. Goedemiddag Christian. Goedemiddag Leen, welkom. Hallo. Ik heb een hele mooie ringenetalage gezien en ik zou die graag eens willen passen als dat gaat. Natuurlijk, ga toch rustig zitten. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ja Christian, ik vind dat je een hele mooie ring. Het past bij mijn outfit ja, van vandaag. Klopt. Van welk merk is de ring? En wel, het is van Pesavento. Het is een Italiaanse zilvercollectie. En toevallig hebben wij dit weekend een Pesavento weekend. Terwijl de heren op de markt gaan staan, gaan wij de vrouwen proberen te troosten met de collectie van Pesavento. Maar dit zal dan zeker wel lukken, denk ik. Hè? Ik hoop het. En zijn er ook nog nieuwigheden bij de juwelen? Ja, we merken wel dat stilaan de trend terug overgaat naar het geelgoud. En dan ook een mix met veel kleurstenen. Deze ring... Belgisch fabrikaat, heel mooi afgewerkt. Ja, heel mooi. Met blauwe topaas. Amai. Ja, het moet inderdaad niet van het buitenland komen om mooi te zijn. Hè? Met bijbehorende hanger. Ah, dat maakt het helemaal af. Hè? De set compleet, ja. Ja, het is heel moeilijk om hier een beslissing te nemen, maar ik denk toch dat ik bij mijn eerste keuze ga blijven. Die gaat me ideaal kunnen vergezellen met mijn outfit. Perfect. Dit weekend. Dus ik ga voor deze gaan. Perfect, goed? Dank u. Elke vrouw houdt natuurlijk van een goed uitgeruste keuken en daarvoor moet ik hier zijn. Goedemiddag. Goedemiddag, dag Marie-José. Goedemiddag. Hey, ik heb hier al wat rondgekeken in je winkel. Hele mooie winkel. Dank je. En ik heb ook heel veel leuke dingen gezien. En ik ben hier op iets gekomen wat ik eigenlijk niet weet wat, je nog niet wat kent. Het is. Nee. Dat is eigenlijk een vleesbedruiper, is dat. Goede naam, man. Dat is eigenlijk de bedoeling, als je een kip of een stuk vlees bakt, dan wordt hier de jus ingedaan, de saus. Mm-hmm. En dan kan je met behulp van die pomp over je vlees... Dan is het vlees nog goed mals. Vochtig. Dat is de bedoeling. Goed mals en goed sappig. Ah, heel leuk. Zijn er nog ook dingen tegenwoordig die heel erg in zijn, die goed verkocht worden? Eigenlijk alles wat met de keuken te maken heeft. Zowel klopper als snijplank als kookpotten. Mm-hmm. De topmerken momenteel zijn hier Le Creuset en De Meijeren. En in dat heel brede gamma van al die kookproducten, heb je daar één favoriet in? Ja, eigenlijk wel. Dan ga ik weer terug naar Le Creuset. Dat is eigenlijk mijn... pannetje van Le Creuset. Ja. Dat is wat ik eigenlijk heel veel gebruik voor het bakken van mijn vlees. Waardoor mijn vlees dus heel sappig en heel zacht wordt. Goed Marie-José, echt een hele mooie winkel. Bedankt voor de uitleg en tot de volgende keer. Oké, okay, bedankt. Dag. De Men's City Day wilde ook zeggen dat er heel wat winkels open zijn voor mannen. Dag Wim. Hallo. Hey, dag Leen, goedemorgen. Hey. Je hebt hier een heel uitgebreide collectie aan mannenmode. Jullie zijn ook de enige conceptstore van Hugo Boss hier in Limburg. Ja, dat klopt. Wij zijn in maart open gegaan hier in Sint-Truiden met een volledig nieuwe winkel eigenlijk, volledig nieuw interieur, maar dan 100% via het concept van Hugo Boss. Mm-hmm. En wat mogen de mannen verwachten van nieuwe trends? Wel, bij Boss heb je bijvoorbeeld, ik heb er eentje aan. Ik heb nu een drieknoopskostuum aan. We hebben heel lang heel veel, nog altijd wel, maar we hebben heel lang heel veel tweeknoopskostuums gehad. Ik heb ze weten verdwijnen en ik heb ze nu weer zien terugkomen. Ja, dat is wel een leuk detail. Ja, ja, ik vind het ook wel eigenlijk heel leuk. Ja, en dan voor de rest zitten er buiten de normale kleuren, zoals donkergrijs, marineblauw en de bruintinten voor de mannen, worden die ook wel aangevuld met wat meer kleur eigenlijk. We zien ook heel veel oranje van de baksteentinten bijvoorbeeld, maar ook heel fel groen. Ja, heel leuk. Ik ga nog eventjes rondkijken in de winkel. Je ziet het, zowel mannen als vrouwen kunnen zich helemaal uitleven op deze Men's City Day. Veel plezier en tot de volgende keer.